We gaan kijken naar een aantal laat-19e-eeuwse werken. En hier en daar maken we ook een uitstapje naar de vroege 20e eeuw. En op die manier hoop ik dat ik jullie een beeld kan geven van de evolutie die al van in de 19e eeuw bezig was en die ons een stukje die 20e eeuw binnenbrengt. En op die manier hoop ik ook een beetje een beeld te geven van hoe dat idee van die moderne kunstenaars gegroeid is. Het idee dat wij hebben over die moderne kunst. Een aantal grote lijnen komen daarbij aan bod. Het landschap, kunstenaarsverenigingen. Maar bijvoorbeeld ook de ontdekking door kunstenaars zoals Constantin Meunier van het industriële landschap. Zowel buiten de fabrieken als binnen de fabrieken. Meunier werd eind jaren 70 van de 19e eeuw op sleeptouw genomen door een vriend. En hij bezocht de staalfabriek van Coquerel. Hij bezocht de kristallerie van Val-Saint-Lambert. En geraakte gefascineerd door de wereld die daar voor hem openging. En wou die wereld ook vastleggen in zijn schilderijen. En uiteindelijk ook in beeldhouwwerken. Het was een wereld die voor hem aanleiding was om tot een nieuwe vormtaal te komen. Meunier focust zich in zijn werken op de arbeid van de fabrieksarbeiders, op wat er allemaal gebeurt in die fabrieken. In de vroege 20e eeuw gaat een kunstenaar als Fernand Léger zijn aandacht richten op de materialen. En gaat een constructie opbouwen in zijn werken die gericht is op het geometrische en een opnieuw totaal nieuwe vormtaal voor die industriële wereld. Rick Wouters is een van de kunstenaars die functioneert in het scharniermoment 19e, 20e eeuw. Dat wil zeggen dat hij heel vaak gekeken heeft naar kunstenaars uit de 19e eeuw, kunstenaars zoals Cézanne, en dat hij geprobeerd heeft om in zijn werken elementen van die kunstenaars op een nieuwe manier, op een andere manier weer te geven. Hij is daar misschien niet zo geweldig ver in geraakt. Hij is heel jong gestorven, geboren 1882, gestorven 1916. Maar hij gaat toch elementen in de opbouw van zijn schilderij, in de manier van werken met kleuren, verwerken, wat hij geleerd heeft van die laat-19e-eeuwse kunstenaars. We krijgen hier in dit schilderij een fluitspeler die helemaal op de voorgrond van het werk zit. Zijn benen zijn afgesneden door de onderrand van het schilderij. Hij is op dit ogenblik niet aan het musiceren, maar lijkt eerder te mediteren over zijn muziek, na te denken over wat hij zal spelen en hoe hij dat zal spelen. Zijn kleding is opgebouwd met nuances van oranje, een beetje geelachtig, met daarin toetsen van blauw. Je krijgt hier dus te werken met contrasterende, met complementaire kleuren en dat is iets dat hij zeker vanuit de 19e eeuw overgenomen heeft. De man zit vrij centraal in het werk en achter hem opent een venster op een landschap. Een landschap met rode daken, groene struiken, een stukje natuur dat zichtbaar wordt en waar je opnieuw dat spel met die complementaire kleuren gaat krijgen. Op zich misschien heel vanzelfsprekend, rode daken en groene planten. Maar tegelijkertijd waarschijnlijk toch ook heel erg uitgekiend in de manier waarop het opgebouwd is. Het werk van Maurice de Vlaeminck is net iets ouder dan het werk van Rick Wouters. Maurice de Vlaeminck gaat wel terug op dezelfde voorvaders uit de 19e eeuw. En ook hier is Cézanne een van de grote inspiratiebronnen. Maurice de Vlaeminck gaat dat echter op een andere manier doen. Hij legt wat meer de nadruk op de omlijning van de elementen. Hij gaat iets geometrischer werken dan Rick Wouters. En komt tot een kadrering
waarbij je één grote boom op de voorgrond hebt, die echt als een repoussoir gaat dienst doen, die zorgt dat wij een idee van diepte krijgen in het werk. En daarachter lijken de elementen veel meer het ene naast het andere geplaatst. Krijgen we een dieptewerking die via de kleur tot stand gebracht wordt, waarbij je op een aantal plaatsen in het werk een wat lichtere variant van de kleur ziet, waardoor je toch nog een zekere indruk van diepte krijgt en tegelijkertijd op andere plaatsen een gevoel van nevenschikking gaat krijgen. We zitten hier dus met een kunstenaar die speelt met dat platte vlak en tegelijkertijd toch nog bewust is van creëren van een illusie van diepte in het werk. Bij dit groepsportret zien we enkele opvallende elementen. Ten eerste gaat het alleen maar om mannen. Zegt iets over de samenleving waarin dit groepsportret tot stand gekomen is. We zitten hier in de jaren 60 van de 19e eeuw. En blijkbaar waren dergelijke bijeenkomsten specifiek voorbehouden voor mannen. Een tweede opvallend element in dit werk is het feit dat die mannen allemaal strak in het pak zitten. Een toeschouwer van dit werk, iemand die dit werk bestudeert zonder te weten wie deze mannen zijn, zou kunnen denken dat het om de gehoede van de samenleving gaat, de gevestigde burgerij met nobele beroepen. Misschien gaat het om advocaten, misschien gaat het om geneesheren, misschien gaat het om universiteitsprofessoren. Wie de titel van dit werk kent, weet dat het om kunstenaars gaat. En niet zomaar de eerste, de beste kunstenaars, maar avant-garde kunstenaars, de meest vooruitstrevende kunstenaars van het einde van de jaren 60 van de 19e eeuw. Dit groepsportret werd geschilderd door Edmond Lambrechts. En we zien Lambrechts helemaal links in het werk, op de rug gezien. En hij schildert de leden van de Société Libre des Beaux-Arts. En die Société Libre des Beaux-Arts, of des Beaux-Arts, werd opgericht in 1868 en kende een aantal bekende leden. We zien hier Louis Artin de Saint-Martin, Félicien Rops, Constantin Meunier, Louis Dubois. En zij waren allemaal uitgenodigd bij Camille Van Camp, waar zij de vereniging opgericht hebben. Hun grote doel was vrijheid van denken, vrijheid voor de kunst. In onze ogen klinkt dat, of in onze oren beter gezegd, klinkt dat heel vanzelfsprekend. Kunst is vrij. Een kunstenaar doet waar hij zin in heeft. In de 19e eeuw was dat nog niet altijd zo vanzelfsprekend. Kunstenaars werkten niet noodzakelijk in opdracht. Kunstenaars konden zelf werk maken. Maar zij waren heel erg gebonden aan de goodwill van de jury van het officiële salon, van de officiële tentoonstellingen. Hun werk moest bekend worden. En we spreken hier over een tijd waarin Google en internet nog niet bestonden, waar er zelf nog geen sprake was van zo'n medium. Dus de manier voor die kunstenaars om hun werk kenbaar te maken aan een groot publiek waren de officiële salons die in Brussel, Gent en Antwerpen doorgingen. Om een werk op zo'n salon te krijgen, boog een jury zich over die werken en hun verdict was bepalend. Ofwel werd het getoond, ofwel werd het niet getoond. Werd een van die schilderijen getoond, dan kon de pers erover spreken, kon de pers erover schrijven. Werd het werk niet getoond, dan was het gedoemd tot ergens een verdoemhoekje, een stukje vergetelheid. Kunstenaars zoals Félicien Rops waren al veel langer bezig met de vrijheid van die kunstwerken. En zij vonden dat een kunstwerk moest kunnen getoond worden zonder een jury die tussenkwam in die beslissing. Dus een van de grote doelen van de Société Libre des Beaux-Arts was om tentoonstellingen te organiseren waarop
de kunstenaars hun werk konden inzenden en waar dat zonder tussenkomst van een jury aanvaard zou worden. De meeste van de kunstenaars die hier getoond worden, werkten eerder in een realistische stijl. En eenmaal dat realisme aanvaard werd door de jury van de officiële salons, was de bestaansreden van deze vereniging een beetje teniet gedaan. Een van de kunstenaars die deel uitmaakte van de stichtende leden van de Société Libre des Beaux-Arts is Louis Arton de Saint-Martin. Gelukkig mogen wij hem gewoon aanduiden met Louis Arton en hoeven we niet telkens die volledige naam te gebruiken. Wie dit werk voor het eerst ziet vanuit een 21ste eeuw standpunt zal zich ongetwijfeld afvragen hoe kon zo'n werk ooit geweigerd worden op een officiële tentoonstelling. In onze 21ste eeuwse ogen is het niet meer dan een zeegezicht, een beetje een woelig zeegezicht weliswaar, maar toch een zeegezicht. Wat is hier zo aanstootgevend aan dat een jury dit werk zou kunnen weigeren? Het werk is geschilderd in 1871. Dat wil zeggen toch 5 jaar voor de geboorte van Maurice de Vlaeminck. Meer dan 10 jaar voor de geboorte van Henrik Wouters. En het landschap was naar normen van die tijd toch wel een beetje op een andere manier geconstrueerd. Waar ik hier sta, vlakbij het werk, en waar de schilder ongetwijfeld ook zal gestaan hebben, maar dan met zijn gezicht naar het werk toe, van hieruit krijg je het gevoel dat je met je voeten in de zee staat. De zee is echt tot aan de rand van, tot aan de onderrand van het schilderij weergegeven. Je hebt dus geen veilige afstand met een stukje strand ertussen. Laat staan dat je nog een stuk dijk zou zien. Dus je wordt onmiddellijk naar dat water getrokken. Je staat er onmiddellijk middenin. Dus dat op zich is al een shocking effect geweest voor die tijd. Geen landschap veilig op de achtergrond. Geen rustig landschap waarbij je kan wegdromen. Dat is dan een tweede aspect, maar toch wel een stormachtig element. En dat stormachtige gaat Louis Arton hier ook heel sterk tonen in dit werk. Je ziet de golven. Je ziet op meerdere plekken de schuimkoppen die met enkele ruwe toetsen aangeduid zijn. En met die ruwe toetsen bedoel ik ook dat je de verf er echt dikker ziet opliggen. Het is dus niet mooi uitgestreken, niet mooi uitgepenseeld. En je hebt als toeschouwer ook de neiging om de penseelstreken te volgen die Louis Arton zichtbaar gelaten heeft. Je ziet dus met andere woorden aan de hand van zijn penseelstreken de beweging van het water. En nu hoor ik veel mensen onmiddellijk denken van ja, beweging. Wij hebben effectief televisie, bewegende beelden op internet, film. Wij hoeven geen elementjes meer te hebben, geen penseelstreken meer te hebben om die beweging te zien. Voor de toeschouwers uit de jaren 70 van de 19e eeuw was dat wel nodig. Zij kenden die bewegende beelden niet zoals wij die kennen. Maar zij gebruikten zo'n schilderij, of zij keken ze op een heel andere manier naar zo'n schilderij dan dat wij dat doen. En zij hadden die penseelstreken nodig, of zij gebruikten die penseelstreken om die beweging van dat water weer te geven. Een ander toch wel wat moeilijk element is het feit dat wat als onderwerp van het schilderij aangeduid wordt, namelijk het wrak, dat slechts heel slecht zichtbaar is in het schilderij. Het is een detail in het werk waar voordien het vergaan van een schip het hoofdonderwerp zou gevormd hebben. We zien hier dus de storm en een stukje de gevolgen van die storm, maar de gevolgen lijken eerder een neveneffect en niet langer meer het hoofdaspect. In de werken van Georges Seurat zien we eigenlijk een beetje een synthese van de evolutie
die in de loop van de 19e eeuw plaatsgevonden heeft. En meteen ook een opening naar de vroege 20e eeuw, met bijvoorbeeld werken als die van een Rick Wouters. Georges Seurat gaat in zijn werken het impressionisme een wetenschappelijk kader geven. Hij had ook contacten met wetenschappers die hem lieten kennismaken met inzichten op gebied van kleur en licht. En hij probeert dat in zijn eigen werken te verwerken. Wij bestempelen deze werken meestal als neo-impressionistische werken. En dat was een term waar Georges Seurat een grondige hekel aan had. Ook het pointillisme vond hij niet kunnen, omdat dat enkel de nadruk legde op de techniek met het aanbrengen van stipjes. Termen die hij eerder gebruikte waren het divisionisme of het chromoluminisme. En het divisionisme verwijst naar het gescheiden aanbrengen van de kleuren. Het chromoluminisme, de term waar hij het meeste van hield, is de term die aanduidt dat het om kleur en licht gaat. En daar draait het uiteindelijk om in zijn werk. Hij wil de effecten van het licht weergeven op de omgeving en gaat kleur gebruiken om die lichteffecten te tonen. Hij brengt nergens grote uniforme kleurvlakken aan, maar gaat telkens op een heel beperkte plaats, en waar je ook kijkt in het werk zie je dat, gaat hij meerdere kleuren heel dicht bij elkaar aanbrengen, zodanig dat als je het werk van op afstand gaat bekijken, dat je de kleur gaat samenstellen. Dus het is iets wat optisch gebeurt via onze ogen en onze hersenen. We gaan de kleur zelf terug samenstellen en zo ontstaat ook steeds meer het lichteffect. Wanneer je het werk van heel dichtbij bekijkt, dan zie je die verschillende kleurnuances. Wanneer je het van op afstand bekijkt, dan zie je bijvoorbeeld veel duidelijker de lichtrefles op het water. De werken van Seurat, Artaud, Meunier, Léger en de Vlaming laten ons proeven van een variëteit aan werkwijzen en onderwerpen typerend voor de late 19e en de vroege 20e eeuw.